Waalre Dorp heeft een nieuw dorpshart gekregen. Op maandag 19 maart was de oplevering van de totaal vernieuwde markt. De omwonenden van de markt zijn intensief betrokken geweest bij het ontwerp van de markt en bij de uitvoering van de werkzaamheden. Het eerste evenement is Spring op 7 en 8 april. Op die twee dagen is er van alles te doen voor jong en oud. Brouwers bedanken, want die heeft ook erg zijn best gedaan om tegelijkertijd met de aannemer. Op zondag 8 april om 1:30 is er een officieel momentje met de feestelijke opening van de markt door burgemeester Brenning Meijer. Wethouder José van Dijk, projectleider Hans van Geel en aannemer Reijrink legden de laatste steen in de bestrating. Een groot en toegankelijk plein waar allerlei evenementen kunnen worden gehouden. Ik vind het een mooi plekje, wat meer ruimte voor evenementen. Dus dat vind ik een mooi resultaat. Gaat u er ook gebruik van maken, denkt u? Nou, dat gaat vanzelf. Als hiervoor iets gebeurt en je woont ernaast, dan krijg je altijd wat voor mee en loop je altijd even langs. De markt is compleet op de schop gegaan. Het resultaat mag er zijn. Hoe vind je het geworden? Ja, het is gewoon ontzettend mooi geworden. En wat ik net al zei, er zijn natuurlijk tekeningen gemaakt en ontwerpen. En dan heb je al een bepaald beeld hoe het eruit komt te zien. En nu ligt het er en denk ik van, yes, ja, dat hadden we verwacht. Dus we zijn daar, het is heel mooi en heel blij mee. Ja, het is natuurlijk wel de plek waar we elkaar gaan ontmoeten. En dat was ook de achterliggende gedachte. De markt is het centrum van Waalre. En we willen dat er meer gebeurt op die markt. Nou, en we hopen dat deze herinrichting ook een aanleiding is voor heel veel nieuwe activiteiten. Het is eigenlijk, mag ik wel zeggen, heel erg goed verlopen. Je haalt het net al aan, hè? Die grote rioolbuizen, hè? Die liggen dus hier ook op de markt. Ja. Maar daar zie je niks meer van. Nee, daar zie je helemaal niks meer van. We hebben er alles uitgehaald wat oud was, alles nieuw gelegd. En we noemen dat altijd maar de vloerbedekking. Die hebben we weer netjes overheen gelegd, hè? Op een andere manier als voorheen natuurlijk. Maar er is onder de grond ontzettend veel gebeurd en daar zie je nu helaas niks meer van. Na de oplevering van de markt was het tijd voor een gezamenlijk kopje koffie.